Hoi mensen, dit is een nachtvideo. En ik ga het over Mats. Ik weet niet meer wat die achternaam is, maar dat doet er even niet toe. En Mats, ik wil jou wat vragen. Het is niet iets kwaadachtigs of zo hoor. Maar dat kan je wel zien als je op mijn kanaal komt. Maar hoe zo schelde je zo voordat onze ruzie begon? Terwijl we lijken wel goede vrienden van elkaar. Echt, ik bedoel serieus. Wie wil er een ruzie op YouTube hebben? Je gaat pestkoppen natuurlijk. Maar wij zijn geen pestkoppen. Wij zijn mensen. Terwijl, ja, je wilt toch elkaar niet pesten. Zo verwoestwoning van het leven. Ik doe het zelf ook eigenlijk hoor. Omdat het gewoon, ik ken op zo'n slap niet. Die wil mijn zomer verslaan of zo. Dus ja, dan moet je maar terugpesten natuurlijk. Dus ja, ik ga hem nu vanavond slaan, een slappeling. Hij is dik, sloom. Dus dat moet je wel even begrijpen, oké? Maar even tussen ons. Ik kan me niet zien natuurlijk. Het is even kijken, even denken hoor, Mats. Sorry hoor. Het is 9:53 uur. 's avonds. Dus ik denk niet dat je nu nog op YouTube zit. Ik meestal wel, want ik mag in de herfstvakantie zoals nu, mag ik gewoon mijn apparaten meenemen. Dus je kent die mobiele die ik heb laten zien. Die zijn niet echt van mij. Sommige zijn gewoon kapot. Ik wou je gewoon voor de gek houden. Opscheppen. Maar hoe dan ook, Mats. Ik weet wel dat deze video over jou hebben, want het is geen kwaadaardig iets, maar jij het ook wel. Laten we gewoon vrienden worden of zo. Ik ben er gewoon klaar mee dat wij ruzie maken. Ik ben daar klaar mee. Dus ja, ik ben nog steeds een beetje boos op je. Ik weet het ook niet echt. Maar zo te zien, zo is alles weer goed gekomen. Maar ik heb zo'n gevoel dat ik nog steeds boos op je ben. Ik snap het niet. Volgens mij komt er nog van een ruzie, maar hoe is het begonnen? Terwijl Anton van is mijn ook kanaal, zo weet ik het echt. Toen ben ik daar ook gay begonnen. Ik ben niet gay, ik heb vrienden. En alsnog, gast, serieus. Volgende keer als ik mijn pijn probeer te doen, ga ik jou pijn doen. Hè? Maar dit heeft nu niet met de ruzie te maken. Ik wil gewoon even zeggen dat het zo gaat. Maar ja, oké. Serieus, Mats. Waarom hadden we ruzie? Ja, sorry, ik ben gevoelig voor kwaad worden. Nee, echt, ik meen het. Ik ben gevoelig voor kwaad worden. Ik word heel stuk kwaad. Zo, ja, sorry hoor, maar even serieus, even tussen ons. Laten we er geen ruzie meer maken. Ik kan niet mijn beste. En ja, dat wil ik wel hebben. Volgens mij moet je geluid wat harder zetten, want ik praat niet zo hard. Ze moeten niet achtergekomen. Mijn ouders moeten er niet achtergekomen. Wacht even opnieuw. Mijn ouders moeten er niet achterkomen dat ik hier een video zit te maken en achter dit ding zit. Maar hoe dan ook. Ik ben benieuwd wat voor mobiele telefoon jij hebt. Ik heb een HTC, een smartphone is dat. Ik heb een nieuwe, allernieuwste HTC. Ik heb de nieuwste van HTC's, volgens mij. Volgens mij is hij de winkel. De winkel, mevrouw dat. En, maar laten we gewoon vrienden worden, dus hoe weet je het? Jammer dat jij in Noord-Holland woont. Ik kom helemaal in het midden van de Krimpen in Zuid-Holland. Het is dicht bij de Noordzee. Nee, dat is niet dicht bij de Noordzee. Ben ik gek of zo? Nee, dat is niet bij, dicht bij de Noordzee. Ik maak een grapje. Ik heb niet goed gekeken op maps. Maar laten we even serieus. Laten we een keertje. We gaan misschien. Ik ga morgen een video maken. Maar waarom zijn het ook geen vrienden? Want ik heb heel veel vrienden. Ik heb je echt niet de video gezien van Taco Race 6. Dat, die ene. Heb je echt niet gezien dat ik samenwerk met de ene show? Ken je de ene show echt niet? Serieus?
Ik ken de eetpersoon niet. Wauw. Oh nee, dit heeft niks met schuld te maken, gast. Maar gewoon, echt serieus. Ik ben niet meer boos op je. Maar laten we dit nooit meer doen. Maar die video vergeet ik nooit. Ik hou me altijd nog bij die video. Maar laten we daar niet meer over hebben, oké? Zo, ik begin er weer over. Ik wist niet dat jij video's maakte. Doordat jij een rare reactie had achtergelaten, zijn we toch weer vrienden geworden. Dus dat is het nadeel nog wel, hè? Dat is wel leuk. Ja, sorry, ik klink als een nerd. Ik zit in groep 7. Dus ik klink als een nerd, ja. Maar ik ben het niet. Ik wil gewoon even serieus zijn. Mijn broer is weg. En hij is ouder. Oh ja, lol zeg ik heel vaak. Daar kan ik niks aan doen. Ik zei het van de jongens af aan al heel veel lol. Van de lolsong, die ken ik ook al heel lang. Maar nu weet je dit, Mats. Als je nu nog op YouTube zit, dan hoop ik dat je een reactie wil achterlaten. Dankjewel. Ik heb nu 6 minuten voor je zitten te filmen. En ik hoop dat jij nog een leuke reactie achterlaat. En wel leuk, hè? Even serieus. Oké. Nou, doe je Mats. Ik hoop dat we een keertje samen kunnen ontmoeten. Maar moet een tijd afspreken en zo. En welke dag. En dat soort shit moet altijd. Maar hoe dan ook. Doe je Mats. Ik wou dat we dicht bij elkaar wonen. En ik ben geen klasgenoot van jou. Zit jij op Espenoot Bouwsteen? Trouwens, hoezo krijg ik dan met jou te maken? Oké, laten we geen ruzie meer maken. Doei!